Papa boys, hey! Dank u wel. U mag of doelkeus of aftrappen even. Ik wil wisselen van de kant. Hé! 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 Een hele moeilijke discussie te voeren. Dat kan ik nog niet bij aan. En dan heb je nog een keertje, volgens mij werd er nog een ene. Dus er geeft nog een penalty komen. Dat zal wel even metnemen. We zullen de penalty nog even metnemen. Voor Gulpen zal het niet, maakt het niet veel uit of ze vandaag de scheidsrechter vergeet nu. Fluiten, dingig, wie? Ja, de scheidsrechter. De fluit nu, Rudy Alfonso, pakt de bal. Dat is liggen op de grond. Volgende week TSV. Ja, dat zou te doen moeten zijn, hè, in principe. Dus ik zal nog dat vorige week wel goed zit. Ja, absoluut. Yvonne, vandaag, je hebt twee woorden in mijn mond. Intimidatie en provocatie. Absoluut. Ik zal over de tegenstander niet te veel zeggen, maar die twee woorden, daar ben ik het absoluut mee eens. Maar goed, ze hebben ook gewoon niet goed gevoeld vandaag. Simpel, kampioenswedstrijd, de spanning zit op die jongens op. Het voetballen wordt niet hem aan te gluren eigenlijk. Relatief weinig kansen gecreëerd, ook redelijk weinig afgedwongen. Ja, de tegenstander, de Halles en Degen, Oesie vandaag in ieder geval niet kampioenslot te worden. En ja, ze moesten uiteraard ook zelf nog punten pakken om eventueel een periode kampioen te kunnen worden. Maar ze speelden op het randje aan de Reuvel, ja, absoluut. Ja. En de Groningen is natuurlijk lastig voetballen. In de rust hebben ze niet, zijn ze dan in de ingegaan. Dat ze, want op een gegeven moment lieten ze zich toch een beetje provoceren, wat je normaal niet doet. Nee, dat klopt. En dat kan ze in de rust wel aangeven. Hebben we ook zeker gedaan. Maar ja, goed. Nogmaals, er zit zoveel spanning op. Ze zijn nog niet gewend om 300 man langs de kant te hebben. En de tegenstander die op het randje speelt. Ja, de kind niet altijd maar emotieloos reageren en niks doen. Dus ik snap het ook dat ze wel zo reageren. Alleen, ja goed. Het gaat ten koste van hun eigen voetbal. Dus, maar goed. Noem maar zorg dat we volgende week zelf een gulpenfeestje hebben. Vandaag is dan even een domper. Wij hopen vandaag met de bus terug te kunnen gewoon en dan... toen ze een feestje kunnen pakken, maar en ook over voor een week proberen af te maken. We hebben Jos Prevoe, de voorzitter van Gulp, bij Jos. Jos, teleurgesteld? Ja, teleurgesteld is een goed woord. Natuurlijk wil ze het vandaag gewoon afmaken. Aan de andere kant wisten we dat we in de comfortabele positie zitten. Dat we de volgende week kunnen binnenslepen. Teleurgesteld is een goed woord, maar we houden natuurlijk graag vandaag al binnengepakt. Dan worden buiten binnen wordt afgerond. Goed, we moeten voor een weekje wachten. Goed voor het voorbereiden en dan goed voor volgende week denk ik de titel alsnog naar binnen slaan. Even van mij als neutrale toeschouwer, met voetballen had het niet te veel te maken. Ik heb al tegen Jeremy gezegd, intimidatie, provocatie, twee woorden. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. In die zin een vervelende wedstrijd. We worden eigenlijk ook wel op voorbereid. Hè. Ook de thuiswedstrijd wordt tegen hun niet echt het succes van sportief. Ja goed, dat hebben ze met de dealen. Dat moesten we met hem gaan. Dat hebben we voor met fases niet goed gedaan. Het tweede ding is slimmer. Goed verpakken de punt. En nogmaals, we hebben het in het verschiet volgende week. En laten we zo op focussen.